Winnaar Univé Paludanusprijs 2013. Project Bus Buddy van Kavent in Oud-Beierland. Kavent, actief in de Hoekse Waard, zet zich al meer dan 40 jaar in voor mensen met een beperking. Naast ambulante zorg heeft de organisatie woonvoorzieningen in Strijen, Numansdorp, Schavendeel en Mookhoek. De locatie De Lindehoeve, een voormalige monumentale boerderij in Mookhoek, is, na een ingrijpende verbouwing, in 2012 in gebruik genomen als woon- en logeervoorziening voor 27 bewoners. Met respect voor zelfbeschikking en persoonlijke ondersteuning streeft de organisatie ernaar om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Kavent is van mening dat haar cliënten dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere mensen in onze samenleving. Een persoonlijk gesprek kan dan soms tot verrassende ideeën leiden. Nou, Merel, jij wilde mij wat zeggen. Niet meer met de taxi. Jij wil niet meer met de taxi? Nee. Je bedoelt met de taxi naar je werk? Nee. Vind je het misschien een beetje druk in de taxi? Ja. Oké. Zijn andere mensen te druk in de taxi? Ja. Oké. Maar hoe moet dat dan? Met de fiets. Met de fiets? Kan jij zo goed fietsen dan? Ja. Helemaal alleen naar Strijen met de fiets? Ja. Zo, dat vind ik nogal wat om jou helemaal alleen met je werk naar je werk te laten gaan op de fiets. Maar dat kan jij wel. Ja. Ik wil het graag over Merel hebben. Merel die, zoals we weten allemaal, gaat Merel altijd met de taxi naar haar werk. En vorige week is Merel naar me toegekomen en Merel die zegt, ik wil niet meer met de taxi naar mijn werk, ik wil fietsen. Ik kan heel goed fietsen en ik kan op de fiets naar mijn werk. Maar goed dat ze dit aangeeft, hè? Ja, absoluut. Van de week al een aantal keer in strijd om 's ochtends in de taxi te komen. Zit niet echt heel erg lekker in de vel en ik dacht in eerste instantie dat het met haar werk te maken kon hebben. Zoals we weten is Merel erg gevoelig voor prikkels. Mm-hmm. En in de taxi zit vol met andere cliënten. Ja. En dus, ja, mijn vermoeden is dat het gewoon heel druk is in de taxi voor Merel. Ja. En dat het voor Merel heel fijn is om haar hoofd leeg te maken voordat ze op haar werk komt. En daar ook weer in een groep zit met allemaal andere mensen. Ja, het is mooi. Het is haar wens. En het zou heel mooi zijn als we de ouders zouden mee kunnen nemen, zeg maar, in het proces om te laten zien van ja, dit is wat Merel heel graag zelf wil. En hoe kunnen we dat nou met elkaar tot stand laten komen? Wat zou er nog meer mogelijk zijn? Ja. En zo ontstond het idee voor de Bus Buddy. Een gebruiksvriendelijke telefoon met GPS-volgfunctie. Voor cliënten van Kavent. Welkom. Ik ga jou de Bus Buddy uitleggen. De Bus Buddy is eigenlijk een klein telefoontje die jij mee gaat nemen naar je werk. Ja. Al fietsend. En als er wat is, als je bijvoorbeeld gevallen ben of je hebt een vraag aan ons of je weet de weg niet meer, dan kan je ons bellen. Als Merel denkt van hey, ik wil bellen naar de Lindehoeve, dan druk je op de rode knop. Okay. En als je op de rode knop drukt, dan gaat er bij ons een belletje af en dan nemen wij op. Dan zeggen we hallo met de Lindehoeve en dan zeg je hoi met Merel Verkerk. Cliënt Merel reist dagelijks zo'n kleine 12 kilometer van de Lindehoeve naar haar werk. Om te beoordelen of zij zelfstandig en veilig met de fiets naar haar werk kon gaan, heeft zij in de beginperiode eerst verschillende keren onder begeleiding gereisd. Tegenwoordig fietst ze, samen met haar busbuddy, dagelijks met plezier naar haar werk. Ook cliënt Evert maakt gebruik van de busbuddy. Hij geniet elke dag van de vrijheid om zelfstandig, in zijn eigen tempo, naar zijn werk te gaan. Voor hem is het niet alleen leuk dat hij er zo van geniet, het is ook nog eens goed voor zijn gezondheid. En daar is iedereen blij mee. De cliënt kan via het GPS-systeem op de PC worden gevolgd. Elke 2 minuten krijgt de begeleiding een update van de positie van de cliënt. Bij Evert wordt zijn aankomst ook telefonisch steeds bevestigd. Fijn, dankjewel. Hey, tot ziens. Odile is een andere gebruiker van de Bus Buddy. Zij heeft enige tijd terug haar brommerrijbewijs gehaald.
En haar grootste wens is inmiddels in vervulling gegaan. Zelfstandig reizen met haar brommobiel. Zij neemt de bus Buddy mee om bij pech om hulp te kunnen vragen. Helene reisde al geruime tijd zelfstandig met het openbaar vervoer. Maar voelde zich vaak wat onzeker en soms ook niet veilig. Tegenwoordig neemt zij de busbuddy mee. Voor haar een bijzondere, geruststellende gedachte. Laten we eens luisteren wat betrokkenen vertellen over de busbuddy. Vertel eens, vroeger was je met de taxi, was dat wat? Nee, vertel was zo. Niks. Waarom niet? Omdat er heel veel herrie was. En wat nog meer? Omdat ik niet meer met de taxi wou, dus toen heb ik dit gekozen. Oh, okay. Eigenlijk. Ja, en dan mag je met de fiets? Ja. En wat heb je dan met je bij? Wat neem je dan altijd mee? Je? Mijn tas. En je busbuddy. Busbuddy. Waarom? Omdat het handiger is. Omdat het veilig is. En dat vind je fijn? Ja. Nou, voor ons heeft het in ieder geval heel veel rust gegeven. En ik vind het gewoon fijn dat ze... Ja, je gaat op een gegeven moment... Krijg je natuurlijk toch... woorden met je dochter. Van, ja, maar ik kan dat zelf wel. En ik ben geen kleuter. En ik kan wel zelf daar naartoe fietsen. En dat was een beetje lastig. Want dan zei ik, ja, ik weet wel dat je het kan. Maar... Weet je, je hebt die angst van als er wat gebeurt, of ze rijdt van die dijk af, of er stopt iemand en ze stapt in. En ja, allemaal, ja, nou ja, dat soort scenario's. Dan ben ik toch wel echt heel blij met die busbuddy. Dat je gewoon dan inderdaad kan nagaan waar ze is geweest en waar ze naartoe gaat. En dat je er wel een bepaalde rust van hebt, ja. Het is gewoon vrijheid voor hem en ja, dat is ook belangrijk. En ook dat hij ja, op die manier toch weer een stap verder loskomt van het begeleiden. Het begeleiden niet, maar het bedisselen van mama wil dit en mama wil dat en ik moet maar doen wat zij wil. Dus ja, hij komt toch iets los en het is voor hem ook de enige momenten dat hij alleen is. Want hier in huis loopt er altijd wel iemand, is er begeleiding bij en als hij op die fiets zit, dan is hij na 24 jaar... altijd begeleid te zijn, is hij nou gewoon een keer helemaal alleen. En dat is soms ook wel belangrijk voor hem. Ja, Merel zegt altijd, ik kan dat zelf. En is heel trots dat ze zelfstandig naar haar werk kan. En zo zie ik dat eigenlijk ook bij de andere mensen die er gebruik van maken. Voor hun geeft het een gevoel dat ze zelfstandig zijn. En dat zijn ze natuurlijk ook. Maar dat ze dat dingetje in hun zak hebben, ja, dat is dat maakt voor hun gevoel eigenlijk niet zo heel veel uit. Behalve dat het misschien een veilig gevoel geeft. En het geeft ons wel voor ons is het wel een heel groot verschil. Hè, voor begeleiding, voor ouders. En voor zichzelf eigenlijk niet zoveel. Zij merken er eigenlijk zelf niet veel van. Behalve dat ze wel voelen, ik doe dit helemaal alleen. Ja, dat is toch iets waar je trots op mag zijn als je zelfstandig dingen kan ondernemen. Hè, die je anders niet zelfstandig had kunnen doen. Wat je ziet is naarmate als iets ontwikkeld wordt... en dat snap ik ook heel goed, hè, zo van... we komen met wat nieuws, we willen jullie vertellen over de busbuddy... dan kan ik me heel goed voorstellen dat een begeleider zoiets heeft van... ja, ja, het zal wel. En dat begrijp ik ook heel goed. Wanneer je het ze gaat laten zien op een scherm... of je gaat een demonstratie geven, dan hebben ze zoiets... oh, wacht even, dan wordt het echt, weet je wel... Maar wanneer een cliënt ermee gaat werken en zij zien dat een cliënt die 's ochtends in de contramine, in haar boosheid eigenlijk al de taxi instapt omdat ze weer in de taxi moet. Of iemand die niet weet wanneer ze, als iemand tegen haar praat, niet weet of dat een goed of een slecht persoon is. En die drukt op de busbuddy en die kan dat even bij ons navragen bij wijze van spreken. Ja, dat maakt dat je... Dat medewerkers zien dat er dus daadwerkelijk goede dingen mee gebeuren. Dus de praktijk doet een medewerker overtuigen van het feit van... wacht even, dit is een fijn middel. Of dit wordt gewoon een alledaagse praktijk. Want het is niet alleen of ze er enthousiast over zijn. Het is gewoon hier verweven in de werkwijze. We hebben busbuddies liggen. En voordat iedereen de deur uitgaat, nemen we een aantal cliënten een busbuddy mee. Het is een onderdeel van het werk geworden. Eigenlijk heeft het ons wel heel erg verrast.
als je iets begint wat je denkt van, nou, dat zou wel kunnen. De leerbaarheid van onze cliënten en de cliënten die bereid zijn om, ja, wat voor ons dan lijkt als begeleiding en professionals van een grote stap, nou, die doen ze gewoon. Die vinden ze gewoon, gaan we gewoon doen en prachtig en komen terug. En dus, hè, bij wijze van spreken, heb ik toch altijd al gezegd dat ik kan fietsen. Hè? Dus nou, dat wordt toch wel heel erg bewezen. Dus en dat wij, ik vind wel dat we meer als maatschappij moeten durven met elkaar. En niet alleen maar op de angst moeten gaan regeren. En op de angst moeten kijken van dit kunnen we niet en laten we maar iemand van A naar B brengen. Laten we het gewoon proberen durven en ook als het iets verkeerd gaat, ook met elkaar erover hebben. En hoe we het kunnen voorkomen een volgende keer.